Welkom bij een nieuwe wiskundevideo. Vandaag gaan we kijken naar de eenheden van oppervlakte. En voor mijn leerlingen is dit een toevoeging van het boek Getallenruimte 2 VMBO basiskader, hoofdstuk 5, paragraaf 1, die jullie kunnen vinden op bladzijde 10. In deze video gaan we drie dingen doen. Het eerste is dat we even gaan kijken naar het schema dat jullie moeten kennen om oppervlaktematen om te kunnen rekenen. Daarna gaan we kijken waarom we keer 100 doen in de plaats van keer 10. En als laatste gaan we het schema gebruiken. Hier zien we het schema voor het omrekenen van oppervlaktematen. En misschien valt je al direct op dat we dezelfde volgorde hebben van kilometer, hectometer, decameter, meter, decimeter, centimeter, millimeter. En in een andere video heb ik uitgelegd dat ik daarvoor het ezelsbruggetje gebruik. Kan hij dansen zonder die koele meiden? Misschien valt ook op dat er nu overal een tweetje boven staat. En dat tweetje daaraan herkennen wij dat we het hebben over een oppervlaktemaat. We spreken die uit als vierkanten. Dus als er zo'n tweetje boven de kilometer staat, spreken we het uit als vierkante kilometer. Verder vierkante meter, vierkante centimeter en gaan zo maar door. Dat tweetje kennen jullie van de stelling van Pythagoras. Daar moesten jullie kwadraten uitrekenen. En eigenlijk betekent zo'n tweetje boven de kilometer dus kilometer keer kilometer. En dat klopt ook, want als we een oppervlakte willen berekenen, moeten we lengte keer breedte doen. Drie van deze oppervlakten hebben een speciale naam. Die hebben eigenlijk gewoon een andere naam, zoals we ze ook kennen. Een vierkante hectometer kennen we ook onder de naam hectare, afgekort als HA. Vierkante decameter kennen we ook als ara. En de laatste vierkante meter kennen we ook als centiara, afgekort met ca. Nu valt je misschien als laatste op dat nu, als we naar rechts gaan, we niet keer 10 doen, maar keer 100. En de andere kant op, niet gedeeld door 10, maar gedeeld door 100. En nu gaan we even kijken waarom dat zo is. We zien hier een figuur en stel nou eens, elk hokje is 1 mm lang en het figuur samen is 1 cm lang. We weten dus dat 1 cm ook wel 10 mm is. Als ik de oppervlakte zou gaan berekenen van een figuur van 1 bij 1 cm, doe ik 1 keer 1, lengte keer breedte, dan kom ik uit op 1 vierkante centimeter. Als ik dezelfde oppervlakte nog een keer wil berekenen, alleen dan in millimeters, ik weet dat die 10 bij 10 millimeter is, doe ik 10 keer 10. En dan krijg ik 100 vierkante millimeter. Dat betekent dus dat 1 vierkante centimeter hetzelfde is als 100 vierkante millimeter. Dus als ik van 1 vierkante centimeter naar 100 vierkante millimeter wil gaan, moet ik keer 100 doen. Nu gaan we het schema eens leren gebruiken. Stel nou eens, ik heb 2,5 vierkante kilometer en ik wil weten hoeveel vierkante decameter dat is. Dan ga ik eerst weer kijken welke stappen ik maak. En ik ga van vierkante kilometer naar vierkante decameter. Dat is twee stappen. Dus ik pak die 2,5, ik doe keer 100 keer 100 en daar komt uit 25.000. Dus 2,5 vierkante kilometer is 25.000 vierkante decameter. Hetzelfde als bij lengtematen mogen we niet de keer 100 bij elkaar optellen. We mogen niet zeggen 2,5 keer 200, want daar komt uit 500. En dat is dus niet die 25.000. Voor iedere stap die we doen, doen we keer 100 of gedeeld door 100. 40.000 vierkante meter wil ik omrekenen naar vierkante hectometer. Dan ga ik weer kijken, ik maak twee stappen, maar nu naar links. Dus doe gedeeld door 100, gedeeld door 100 en dat is 4. Dus 4 vierkante hectometer. Ik wil nu van 36.000 vierkante decameter naar centiare gaan. En centiare was een andere naam voor vierkante meter. Dus ik ga één stap zetten van vierkante decimeter naar vierkante meter, want dat is hetzelfde als centiare. Dus doe ik gedeeld door 100. En dan kom ik uit dat 36 gedeeld door 100 0,36 is.
Als ik van are naar vierkante decimeter wil gaan, wil ik dus eigenlijk van vierkante decameter naar vierkante decimeter gaan. Dat is 2 stappen, dus keer 100 keer 100 en er komt uit 55.000. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze wiskundevideo en ik wens jullie heel veel succes met de opdrachten. Mocht je meer video's van dit hoofdstuk willen bekijken, kun je altijd drukken op de afspeellijst. Mocht je meer video's willen zien, kan dat natuurlijk ook. Ben je niet een van mijn leerlingen en heb je nog wel een vraag, kun je een opmerking achterlaten en die probeer ik zo snel mogelijk te beantwoorden. Ik wens jullie een hele fijne dag.